En daar gaan we, Shambhala, de eerste rit. En we zijn vandaag in PortAventura World. Hola, hijo de putas. Vandaag zijn we in PortAventura World. Ik ben hier niet alleen, ik ben weer te samen met papa. De papa. En ja, we gaan het plezier maken. Hopelijk wordt het niet te druk. Maar ik heb al dingen gelezen online dat het soms heel erg kan worden. Ja, er staat al een hele wachtrij zoals jullie zien. Echt kut. En zijn we binnen? Ja. Ik ben binnen. De eerste indruk is dat hij er wel mooi uitziet. Heerlijk tropisch. Heel mooi. Holy shit, dit is insane. Check it. Overal gewoon achtbaanrails. Insane. Want we zijn namelijk onderweg naar Shambhala. De grootste achtbaan van dit park gaan we als eerste doen onmiddellijk. En daar gaan we. Shambhala, de eerste rit. Ja, we komen van Shambhala en jullie zagen, we mochten niet filmen, want de gemeen meneer was gemeen en we mochten niet filmen. Dus ja, het zou eens een keer een off-ride zijn, maar ja, de baan zelf was heel goed, heel hoog en ja, heel goed. En nu verlaten we hier Shambhala, gebied Himalaya of zo dat is. Nu de volgende achtbaan, Dragon Khan. Ik ben zo blij dat die niet helemaal vol staat, want anders denk ik dat echt sterren zijn. Ja, kijk, we gaan Dragon Khan nog niet doen. We staan er al een uur in de wachtrij. Is er heel snel storing of ik weet niet wat. Het staat ook een gigantische camera opeens op. Ze hebben dat weer goed geregeld precies. Dat is er wel mooi weer met de bergen ook op de achtergrond. En hier zie je hem ook, Dragon Khan. Moet ik kijken wat een baan. Maar ja, je zou beter werken, godverdomme. Fuck Dragon Khan, we gaan naar het andere gebied. Hier, we gaan dit doen. Tren de la Mina, hoppa. Ziet er toch ook maar een keer ding uit. Als je naar de baan kijkt. Een foto en video. Je man mag je niet filmen, maar voor mij zit hij met de GSM. Ik film ook. De audio! Waza! Parquetta! Salsa! Epicante! Emo fuego! Waza! Salsa! Tering, salsa! Epicante! Emo fuego! Voor 7 is dat. Cinco. We mogen niet filmen. Cinco patata. Fucker. En nu komt er niet eens een drop. Kijk. Wat een kut aanbaan is dit ook eigenlijk. Waar is de drop? Er is geen drop. We werden gedogen. Kijk. Er is geen drop. Hamster. Sexo con el hamstro. Ik heb dat graag! Ja, en hier, El Tren del Diablo, voilà. We zijn op het einde. En voor de leuke achtbaan, mag je filmen erop? Ja. Mag je erop filmen? Ja, blijkbaar. Ja, kijk, als je zevert over regels dat je niet mag filmen, oké. Maar als het mensen zien met gsm, dan film ik ook. Zo werkt het nou eenmaal in de wereld. Ja, deze doen we later, want het is weer een uur wachten en ik heb daar geen zin in. Opeens zitten we in Marokko of zo, of ik weet niet waar. Hacienda, dat betekent landhuis. Dat weet ik door Call of Duty Black Ops 4. Want daarin heb je een map die Hacienda noemt. Hier, we gaan de tomahawk doen. Hopelijk valt er ook een boom op mijn gezicht. Tomahawk in je beeldscherm. Ben je adem. Hoppa, tomahawk. Hier, het was deze boom die mijn gezicht viel.
Ja, we hebben gelukkig mogen filmen op Tomahawk. Want ik weet niet wat ik dat nog ga doen. Die was wel vloeiend, maar saai. Er gebeurde echt niks eigenlijk. Straks gaan we ook de rest van het gebied doen. Maar we gaan eerst naar Furious Bak, omdat het nu middag is en het is normaal wat rustiger. Oh, ze zien er mooi uit. Oh! Robbe, what the fuck ben je aan het doen? Robbe de fixer! Hoppa! We zijn nu onderweg naar hier, Furious Bako. Allee, daar gaan we dan. Ik ben benieuwd naar Furious Bako. Wel een mooie geteamde wachtrij van buiten, met zo die wijnvoutjes. Het is lekker echt dat we zo'n een of ander tropisch land zijn. Ja, we zitten in een tropisch land. Ja, ja, we zijn er bij het station. Echt nice. Vond je hem ruw of viel het mee? Het viel mee. Het viel mee, ja. Want je houdt van de ruw, hè? Ja. Kijk, ik mag twee in die film. Echt kut. Dus ja, jullie mogen toen met twee skaten opruimen. Ja. Oh, maar die bouwstijl, dat Mediterraans hier. Zo fucking mooi. Ja, we hebben dus Camille Dant ontmoet. Dat is fucking zwart. Ja, die heb je kleur. Ja, die heb je kleur. Tot haar kind. Hey, met Camille Dant op de foto. Hier, de Sesamstraat. En die boom staat ook in Hordaland. En nu doen we de kinderachtbaan, de Tommy Tommy, de vijfde achtbaan hier, dus nog vier te gaan dan. Het is wel echt mooi aangekleed, dat moet ik zeggen. Hele mooie achtbaan voor zo'n stom familieding. Ja, Tommy Tommy was heel leuk. Wel weer zonder filmen. Dus ja, ik zal je niet kunnen veel filmen. Robbe, wil je op de magische sprookjesboom? Ja, 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 ja. Wil je erin? De Arbol Magico! Je hebt hier wel heel mooi zicht op Dragon Khan en Shambhala. Maar ja, Dragon Khan is weer gesloten. Dus ja, we zullen hem dat straks moeten doen of morgen. Wat ben je van plan? Ik neem het mee. Ik ben een dief. Ik neem het mee. Wat vond je van de Dragon Kakakaka? Was wel goed. Goed? Ja. Heel leuk. We gaan weer weg uit China. Het is bijna 6 uur, dus we gaan een keer kijken of de houten achtbaan kunt doen. We gaan nu dit een keer doen. Uncharted. We vinden na de single rider niet, dus ja, we gaan waarschijnlijk moeten zoeken. Of het is een normale queue. We gaan toch een normale wachtrijke doen. Dan hebben we het ook gedaan in deze ervaring. Dat is wel chic hoor. Hier dat standbeeld. Echt wel fucking vet. Echt mooi. Ja, we zullen doodgaan door spijkers op mijn hoofd. Ben je klaar om dood te gaan? Spinal. Ik zie een mooi symbool. Er is hier nog een val of zo. Ja, wel een coole wachtrij. Jawel. Toch een lange wachtrij hoor. Holy shit, amai. Begrijp je het? Goed werk, equipo. Jawel. Os veré más adelante. Salsa en picante, what's up? Ja, we zijn er, eindelijk. Ja, een short, het was leuk. Ja, jullie zien achter mij Stampida, dat doen we morgen. De dag is ook ten einde. Ja, een short, het was leuk, het was heel speciaal. We gingen zeewaarts, werd zeewaarts gelanceerd, veel gelanceerd. Dan ook achteruit op het einde. Maar op zich, het was daar redelijk familievriendelijk. Ik haat familievriendelijk. Ik ook. Kijk, dit hier gaan we ook morgen doen. Ook nog al de andere waterattracties. Morgen wordt het een dagje waar we lekker nat staan. Daar beneden. En morgen doen we ook dit daar. Red Force. Ja, jullie zien het. We zijn weer naar de uithang. Langzaam aan het wandelen. En dan het park gaan verlaten. Hier maak je Spanjaarden mee triggered. Catalonia is geen land. Ja, daar is het toch wel een view hoor. Dat je hebt op het einde. Amai, echt een mooi. En dat was de eerste dag PortAventura. Het was heel leuk. Het is nog een mooi park. Het is wel druk. Maar ze werken nog zo vast daardoor. Ja, het was heel leuk vandaag. En dan zien jullie morgen met ook Ferrari lamp erbij. Zeg je verder. Ik ga. En dat wil.